Welkom bij de Fit voor Voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Fit voor Voetbal podcast. En vandaag gaan we het hebben over voeding. En dat ga ik doen met Josette van Tor. Yes. Josette, welkom. Dank je. Ja. Goed dat je er bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. You're welcome. Nou, zoals gezegd, we gaan het hebben over voeding. Je bent sportdiëtist voor topsporters en specialist in voeding bij blessures. Yeah. Nou, lijkt me leuk om daar vandaag op in te zoomen. Leuk. Maar voordat we dat gaan doen, zou je jezelf kunnen voorstellen wie je bent en wat je allemaal doet? Zeker. Ik ben dus Josette van Tor. Je zei het net al eventjes. Nu sinds 10 jaar sportdiëtist. En dat doe ik onder andere in mijn eigen praktijk in Almere. Daar heb ik een supermooie ruimte in veel beter fysiotherapie, performance en voeding. Dat is echt een stukje fysiotherapie, gelijk een bruggetje naar geblesseerde sporters. Ja. Een stukje performance training, personal training en uiteraard voeding. En die voedingstak die heb ik dan opgezet. Daarnaast ben ik sportdiëtist van onder andere Team NL, waar ik verschillende teams begeleid. Denk aan volleybaldames, turnendames, een deel van de shorttrekkers, curling, boccia. Ik weet niet, ken je boccia? Nou, vechtsport denk ik of zo? Of? Nee. Okay. Het is een vrij onbekende sport. Zo klinkt het wel. Ja, ik snap de link. Nee, het is een Paralympische sport. Oké. Okay. Vrij onbekende sport, vrij kleine sport nog in Nederland, maar wel heel erg interessant. Dus daar zit ik ook op. Dat is een hele uitdagende voedingsproblematiek ook en een superleuke doelgroep om mee te werken. En de basketbal 3x3 dames begeleid ik nog. Okay. Dat is dus echt vanuit NOC-NSF. En daarnaast ben ik aangesloten als sportdiëtist bij SC Heerenveen. Oké, tof. Heel divers. Dus wat voor soorten sporters je allemaal, allemaal begeleid? Ja, zowel in de praktijk zie ik heel veel individuele sporters. Maar echt, echt van hockey, handbal, voetbal, turnen, wielrennen, triathlon, marathon lopen en noem het maar op. Ja. Alles ertussenin, zeg maar. En qua team ook wel echt heel divers. Veel teamspelsport, maar ook echt in de individuele sporters. Ja, ja. Heel divers, maar dat houdt het natuurlijk ook weer leuk en uitdagend. Superleuk. Ja. Zeker. Ja, nou goed. Ik merk het nu al en dat zie ik ook echt heel erg terug op je Instagram. Je doet echt wat je leuk vindt. Dat straalt in ieder geval vanaf. En echt die passie voor voeding en mensen helpen. Ja, waar is die passie ontstaan bij jou? Oh, goede vraag. Al best wel jong. Ik heb zelf op de Nationale Balletacademie gezeten en in Den Haag op het Koninklijk Conservatorium. Daar deed ik echt aan klassiek ballet, dus iets heel anders dan alle sporten die ik nu begeleid. Maar ik had daar zelf altijd wel wat moeite met voeding. Onder andere vanuit allergieën die ik heb en voedselvoorkeuren. Ik ben heel jong vegetarisch gaan eten en inmiddels is daar best wel veel over bekend, maar toen nog helemaal niet. Hè. Je moet je voorstellen, ik was 9 of 10, dus echt nog wel jong. Maar het stukje topsport heb ik daar zelf echt meegemaakt en dus een struikel met voeding. Alleen hoe er daar omgegaan werd met voeding en het stukje echt de diëtetiek, ja, dat trok mij niet heel erg. En toen dacht ik, ja, dit moet ooit wel anders. Dus daar is echt wel mijn interesse gewekt. Vanuit mijn ouders ook heel erg, die toch wel met gezonde voeding bezig waren. Vooral ook voor mij om gezond die topsportprestatie te kunnen leveren op die leeftijd. Ja. Helaas heb ik de top daar zeker niet in gehaald. Ik ben ook vrij jong weer gestopt met dansen door blessureleed. Maar vanaf toen wist ik eigenlijk wel dat ik andere topsporters wilde ondersteunen in hun carrière. Ik wist nog niet zo goed met wat. Iets medisch of iets paramedisch leek me heel erg leuk. Ja. Maar dan hebben we wel een probleem, want ik kan niet tegen bloed. Dus als je iets medisch hebt, dan kan je heel veel dingen al afstrepen. Ja. En zodoende dacht ik, nou ja, dan vind ik voeding gewoon echt wel leuk. Ook omdat ik zelf die struggle heb meegemaakt en dacht van, joh, dit is, toen ik zelf bij de diëtist zat, dit is niet waar ik een fijn gevoel van krijg. En zodoende ben ik op mijn 16e gaan studeren. Oké, dus echt een beetje vanuit eigen behoefte dat je zag, ja, dit kan beter. En dat is eigenlijk je missie geworden om anderen op dat vlak beter te gaan helpen. Precies, ja. Echt een stukje ondersteuning in de topsport. Ja, maar wel heel specifiek dus voor de topsport vanuit je eigen achtergrond. Ja, vind ik wel het leukst. Ja, precies. Zeker. Een stukje talentsport en recreatieve sport is ook echt heel erg leuk. Ook omdat je daar nog heel veel winst in kan halen. En een stukje educatie en kennisoverdracht. Dus dat vind ik ook echt heel erg leuk. Maar ook wel is echt het stukje topsport. Ja,
Ja, precies. Ja, wat heb je tot nu toe dat gebracht? Je werkt heel specifiek in de topsport. Ja, wat zijn nu echt hoogtepunten? Of wat heb je tot nu toe gebracht? Dat zijn meerdere dingen natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Het heeft me heel veel onzekerheid en tranen en frustratie gebracht. Een topsport is geen makkelijke wereld om in te werken. Mm-hmm. Ja, je kan je voorstellen, er wordt wel over gesproken dat topsporters heel erg onder druk staan en altijd moeten presteren. Dat is ook echt zo. En dat is heel waardevol en leerzaam en mooi, maar ook wel confronterend om dat van zo dichtbij mee te maken. Maar de eisen die een topsporter aan zichzelf stelt, worden ook aan de stafleden gesteld. En dat is terecht ook natuurlijk, hè? Want als jij als sporter zijn het beste uit jezelf wil halen, mag je dat ook van de staf verwachten. Maar dat is dus ook wel een stukje prestatiedruk. Het is op gekke tijden werken. Het gebeurt heel erg vaak dat sporters in het buitenland zijn en je nodig hebben. Ja. En dat om 2 uur 's nachts mijn telefoon rood gloeiend staat met appjes of zelfs belletjes. En dat je gewoon ook aan de bak mag. Het gebeurt gelukkig niet dagelijks of wekelijks, maar het gebeurt wel eens. Ja. En dat zijn wel de frustratiemomentjes. Of als je ergens niet uitkomt of iets heel graag wil oplossen met iemand. Maar je kan niet de vinger op de zere plek leggen waar een specifiek probleem bijvoorbeeld nou vandaan komt. Maar het heeft mij ook zeker heel veel hele mooie momenten gebracht. Oké. Okay. Ik zal nooit meer vergeten dat ik... Het was het eerste Olympische team wat ik begeleidde. Was volleybal dames. En dat ik mee mocht naar een toernooi. En dat je echt als onderdeel van de staf daar dan bent. En dat mee kan maken. En de wedstrijdspanning en de wedstrijdsetting echt kan zien. Dat je zo de hele dag daarin meegenomen wordt. En dat dan het Wilhelmus gezongen wordt aan het begin van de wedstrijd. Ja. Echt, je kan me sentimenteel noemen, maar ik heb echt mijn tranen moeten wegslikken. Dat ik wel, dit is echt super vet dat ik hierbij aanwezig mag zijn. En daar doe je het dan ook wel een beetje voor, dat soort momenten. En dat ze dan de ene punt naar het andere punt scoren en gewoon happy zijn. Ja. En dat is een beetje mijn persoonlijke win. De allermooiste momenten zijn natuurlijk als sporters uiteindelijk met een hele specifieke hulpvraag, hele gerichte hulpvraag bij je komen en dat je dat gewoon kan fixen. En dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen. Dat iemand na een paar weken of een paar maanden zegt van... joh, ik kan superveel harder sprinten, verder sprinten. Mijn conditie is verbeterd. Ik ben sterker geworden. Ik ben alerter, scherper, meer geconcentreerd. Ja, ja. Hele specifieke dingen hoor. Mm-hmm. Maar ja, dat is echt wel een heel groot compliment. Ja. Of als... ik werk natuurlijk heel veel met geblesseerde sporters. Ook vanuit de setting bij Veel Beter Fysiotherapie. Ja. Dat een sporter echt twijfel van... joh, moeten we wel opereren, moeten we niet opereren? En kunnen we deze blessure ook gewoon met hele specifieke revalidatie fixen? En dat dan lukt. Weet je, dat zelfs een orthopeed in het ziekenhuis echt een beetje... flabbergasted bijna is van... hoe ver ben jij? Dat moet bijna niet menselijk zijn. Ja. Dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja, dan sta je er ook meer bij stil bij dat soort momenten, denk ik. Dat je echt kan genieten van het proces... Want het is natuurlijk wel, wat je zegt, heel divers ziet je werkzaamheden eruit. En misschien ook wel hectisch. Tenminste, heel, heel divers, waardoor je misschien alleen maar in het proces bezig bent. En dit zijn dan wel van die momenten waar je er extra bij stilstaat. Ja, zeker. Ik kan daar echt ook wel van genieten. Echt regelmatig dat ik met zo'n grote glimlach nog even in de auto zit. En voordat ik de auto uitstap, dat ik gewoon even tot rust moet komen. Dat ik echt overenthousiast ben. Nee. Ja. Maar goed... doen wat je leuk vindt en daar ook vooral van genieten. Zeker. Dus, want ik weet denk ik aan het antwoord al, maar hoe zien jouw dagen er ongeveer uit? Dat is natuurlijk heel, heel divers. Je noemde net ook hectisch. Daar herken ik mij ook wel, in. Eigenlijk is geen dag hetzelfde. Nee. Je bent natuurlijk eigen ondernemer en je hebt verschillende petten op bij verschillende organisaties. Dus het is veel schakelen, het is veel regelen. En mijn werkzaamheden bestaan heel concreet uit spreekuur draaien. Dus je begeleidt echt sporters op de praktijklocatie of op Papendal, Tialf, het stadion of weet ik veel waar mijn werklocatie op dat moment is. Dus het is veel reizen, spreekuur draaien, meting van lichaamssamenstelling. Dus dan ben je echt heel kritisch bezig met meten en analyseren. Heel veel overleg met fysiotherapeuten, coaches, sportartsen. Krachttrainers, personal trainers, noem het maar op. Dus echt een stukje multidisciplinair overleg, zoals we dat dan noemen. Ja. Ik ben heel veel bezig met schakelen met de keuken van verschillende locaties... om het eten in goede banen te leiden. Die bereiden het natuurlijk, maar wel onder andere op mijn advies... wat ze moeten maken of qua samenstelling in ieder geval. Ja. Als sporters naar het buitenland gaan, ben ik vaak aan het regelen wat ze daar eten. Dat het goed gefaciliteerd wordt. Dat het volgens een Nederlandse norm ook is. Want je hebt natuurlijk dan ook met verschillende culturen weer te maken. Ja.
Een stukje supplementen wat we erbij op kunnen pakken. Dus ik ben ongetwijfeld nog heel veel dingen vergeten. Maar ja, precies. Ja. Het is heel breed, nee, er is geen dag hetzelfde. Het is veel. Het is superleuk. En juist ook die afwisseling maakt het heel erg leuk. Ja. Ja, het is echt een team around the team natuurlijk. En dan ben jij natuurlijk onderdeel van verschillende sporters. Ja. Dus nee, super tof. En daarom ook uitdagend. Want dat zijn echt de grote verschillen tussen de sporters. En vooral ook jouw rol. Wat zijn de grote verschillen daarin? Qua verschillende teams bedoel je? Of qua setting? Misschien ook qua begeleiding juist weer? Of zit daar wel een bepaalde overlap in hoe jij ze begeleidt, zeg maar? Uiteraard zit er overlap in. Hè? Want je hebt uiteindelijk natuurlijk hetzelfde doel. En dat is echt die voeding op orde krijgen. Een stukje maatwerk leveren. Als ik kijk naar individuele sporters, dan ben ik uiteindelijk eindverantwoordelijk over wat ze eten, welke supplementen ze krijgen, de timing van voeding, kwaliteit van voeding en dergelijke. Ja. Dus hier in de praktijk ben ik echt wel een beetje op mezelf aangewezen. Uiteraard in overleg ook met de fysiotherapeut en de sportartsen van de desbetreffende sporter. Maar doe ik het wel meer alleen. Ja. En in teamverband hangt het er ook een beetje vanaf wat de cultuur in een sport is. En je kan je voorstellen dat het ene team heel veel met overleg doet en heel veel experts erbij betrekt. En dat alles echt een soort van, een samengesmolten advies is naar die sporter toe. Er zijn zeker ook teams die hebben het op veel minder frequente basis. Er zijn teams waar ik één keer in de 3 maanden een hele dag aanwezig ben om alles in goede banen te leiden. Ja. En natuurlijk heb je tussendoor ook contact. Maar er zijn ook teams, daar ben ik iedere week aanwezig. Ja. Dus dat verschilt heel erg wat de cultuur en de hulpvraag naar noodzaak ook is in een team. Ja. Ja, als er echt wel veel voedingsproblematiek is, veel blessure leed of een vrij ingewikkelde sport als je het hebt over belastbaarheid bijvoorbeeld. Of uitdagende sport moet ik dan zeggen. Dan ben je vaker nodig. Ja. Ja, natuurlijk wat je zegt, verschillende sporters, maar daardoor ook verschillende hulpvragen, verschillende doelstellingen. Ja. Als je dan gewoon kijkt met individuele atleten die je begeleidt, hoe stel jij doelen met de desbetreffende sporter, hoe pak jij dat altijd aan? Ja, ik krijg meestal een aanvraag van een sporter waar al een beetje een specifieke hulpvraag in staat. Hè. Bijvoorbeeld prestatieverbetering of een sporter die geblesseerd is. Een sporter met maag-darmklachten tijdens inspanning. Een vraag over supplementgebruik. Het is best wel specifiek al. En wat ik altijd doe is, ik ga eerst altijd een telefonisch gesprek aan met de sporter. Ik wil namelijk heel erg kunnen screenen of wat dan daadwerkelijk de hulpvraag is, waar die sporter tegenaan loopt. En of ik daar dan de juiste persoon voor ben om daarmee te helpen. Ja. Ik geloof er heel erg in dat iemand eigenlijk, iedereen is welkom in de praktijk uiteraard. Maar ik geloof er gewoon heel erg in dat je moet doen waar je goed in bent. En op het moment dat een sporter een hulpvraag heeft waarvan ik denk, dat matcht gewoon niet met waar ik je mee kan helpen. Mijn kennis of expertise reikt niet ver genoeg om jou daar 100% in te begeleiden. Zou ik altijd doorverwijzen. Ja. Dus dat vind ik heel erg belangrijk om dat eerst te screenen. En op het moment dat ik denk van we hebben daar wel een match in. Ik kan daar wel echt iets voor betekenen. En we gaan daar sowieso resultaten in boeken als we van start gaan. Dan maak ik altijd een plan van aanpak. Dus dan gaan we ook kijken van hoe gaan we dan van start? Wat past bij iemand? En dat is altijd een overleg. En dan plannen we de intake. En vanuit daar gaan we helemaal los. Ja. Ja. Bij de intake, ik vuur altijd honderden vragen op iemand af om iemand echt te leren kennen. Ik zie daar een hele grote meerwaarde in. Hoe meer ik weet over de hulpvraag, de doelen, de sporter zelf en privé, eventueel zakelijk, maar zeker ook op sportvlak. Hoe beter ik iemand kan begeleiden. Ja, dus ook kritisch kwalificeren of ze. Ja. Ja, of je echt de juiste persoon bent en of zij de juiste persoon ook weer voor jou zijn. Dat die match er. Het goed is. Ja, weet je, ik word daar blij van uiteindelijk om iemand te begeleiden waarvan ik denk, daar kan ik echt wat mee. Ja. Nog belangrijker is dat de sporter er ook blij van wordt. Omdat de sporter echt daadwerkelijk ook de beoogde resultaten gaat behalen. Ja. En daar geloof ik gewoon heel erg in. Dat is uiteindelijk waar je het voor doet natuurlijk. Ja, en dan heel specifiek echt over het bepaalde doel stellen. Hoe pak je dat aan? Zou je ons daarin kunnen meenemen? Of als je nu luistert dat je denkt, ik heb wel bepaalde doelen, alleen hoe maak ik dat concreet voor mezelf? Ja, wat ik heel erg belangrijk vind is dat een doel meetbaar is. En meetbaar hoeft niet zozeer echt in cijfertjes. Hè. Meetbaar wordt heel erg vaak gekoppeld aan een bepaald gewicht of een bepaald vetpercentage. Ja. Dat hoeft van mij zeker niet. Maar ik probeer altijd te analyseren met een sporter van waar sta je nu? En waar wil je heen? En wat is daar dan voor nodig om daar te komen? Uh, ik,
probeer even een voorbeeld te bedenken. Er was toevallig een sporter die ik gisteren had, een voetballer. Die kwam bij me binnen met best wel wat vermoeidheidsklachten. En dat vind ik altijd een heel interessant thema. Omdat het heel divers ook is. Dus het kan echt honderden oorzaken hebben. Ja. Waaronder andere voeding. Ja. Hij was erover aan het vertellen. En hij zei ook van, ja, maar 's middags moet ik vaak wel echt eventjes slapen. Ik heb echt het idee dat ik in slaap val. Dat ik gewoon futloos ben. Dat mijn energiepeil heel laag is. En als ik niet slaap, ja, dan kan ik hem wel doortrekken. Maar dan word ik wel een beetje humeurig aan het einde van de dag. Vervolgens heb ik gevraagd van, joh, geef jezelf dan eens een cijfer. Wat is jouw gemiddelde energieniveau tussen een 0 en een 10? 0 uiteraard heel slecht, 10 iets te goed, zeg maar, ja. Qua schaal. En dat was een 5. Nou, dat vind ik gewoon te laag. Als jij profspeler bent, dat je dan een 5 scoort op je energie. Je hoeft echt niet op een 10 te zitten, maar een 5 is wel echt laag. Ja. Dus ik zei ook, ja, als je dan gaat kijken naar het meetbaar maken, dat stukje. Van, joh, waar wil je dan naartoe? Wat voor cijfer zou jij content mee zijn? En wat moet je wel voelen of wat moet je niet meer voelen? Wil je daar dan zijn? Ja. Nou, een van de antwoorden was dat hij heel graag naar een 8 toe wilde. En dat hij daar zou zijn op het moment dat hij het idee had dat hij overdag niet meer hoefde te slapen. Dus vermoeidheid is oké. Het idee dat je wat minder energie hebt of even zo'n inzakkertje, dat is ook oké. Maar het echt moeten slapen, dat moest in ieder geval weg zijn. Ja. En daar kwam toch ook gelijk wel naar boven. En dat is heel mooi als je dingen meetbaar gaat maken en er echt concreet over na gaat denken, dat je dan toch nog wel wat andere dingetjes erbij pakt. Ja. Dat ik bijvoorbeeld bij een training gericht ook wel vermoeid was. Want jij vond de training, hij vindt de training nog steeds heel erg leuk. Mm-hmm. Maar hij moest zichzelf wel echt oppeppen om te gaan trainen. Ja. 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 Dan krijg je wel veel concretere dingen ook als je er op die manier uithaalt. En dit is natuurlijk een heel specifiek onderwerp, maar dat is wel wat ik bedoel met meetbaar maken. Ja, precies. Dus mocht je nu ook luisteren en jezelf bepalen doelen, inderdaad, maak het ook. Het hoeft inderdaad niet meetbaar te zijn van, nou, ik wil zoveel kilo wegen. Maar het kan inderdaad ook een cijfer zijn geven. Waardoor je eigenlijk bij jezelf naar binnen moet van, oké, waar sta ik nu? Exact. Als je level inderdaad een 5 is en je traint de dag in dag uit. Ja, dan ben je ook echt afhankelijk wellicht van die powernap. En dan kan je afvragen of je... Ja, en weet je, soms is dat ook oké natuurlijk. Ja, hè? Dat okay. hoeft helemaal niet een doel te zijn om niet meer overdag te hoeven slapen. Nee, precies. Maar was even een heel concreet voorbeeld. Ja. Ja, ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Echt bepalen van, joh, wat wil ik wel voelen en ervaren? Ja. Of wat wil ik niet meer voelen en ervaren? En waar sta ik nu? En dus ook, wat heb ik nodig om uiteindelijk dat doel wel te behalen? Ja. Is dat voeding? Is dat een stukje krachttraining? Is dat mental coaching? Of weet ik veel wat? Dat kunnen meerdere dingen zijn natuurlijk. Maar dan kan je wel de juiste route gaan bewandelen. En ik denk dat daar echt de kracht ligt. Ja. En volgens mij heb je daar een keer ook iets over geschreven. Volgens mij in een blog of op een Instagram post over een mindmap maken voor jezelf. Ja. Kan je natuurlijk ook hiervoor gebruiken. Van oké, wat heb ik allemaal nodig voor dat centrale doel? Zeker. Dit is inderdaad een beetje een mini voorbeeld van een mindmap. Sporten waar ik een wat langer traject mee aangaan. Op een gegeven moment stort dat altijd een beetje in qua motivatie. En dat is heel erg oké. Ook heel erg menselijk, denk ik. Hè. Daar zoom ik ook altijd wel op in van, joh, het gaat niet altijd goed. En het is alleen maar leerzaam op het moment dat het ook een periode niet goed gaat. Qua motivatie of dat je er gewoon niet zo lekker in zit. Of dat de omstandigheden gewoon er niet naar zijn om echt concreet met je voeding aan de slag te gaan. Maar dan het leermoment is dan wel, waar gaat het dan mis? Waar loopt het op stuk? Ja. En is dat alleen op motivatie? Ja, wat zijn dan de pijlers waardoor die motivatie wat minder is geworden? Is dat door omstandigheden? Denk aan verhuizing, wisseling, club, andere trainingstijden of wat dan ook. Te lui zijn om boodschappen te doen of te lui zijn om te koken. Ik hoor het allemaal. Maar dat je dat echt in kaart gaat brengen en dan ook met elkaar gaat verbinden. En dus we kunnen dan een stukje planning, kunnen we uiteindelijk een paar kernwoorden die bijvoorbeeld om planning heen zitten, gaan clusteren. En dan moeten we heel concreet met planning aan de slag. Dus dan kunnen we daar een call to action weer van maken. Een stukje mindset en motivatie. Ja, waar komt dat dan vandaan? Zijn dat mensen om jou heen die jou niet motiveren? Maar ben je zelf heel gemotiveerd? Of is het juist andersom en moeten anderen harder aan je trekken dan je dat zelf doet? Ja. Dan kunnen we dat ook weer allemaal clusteren. En uiteindelijk hou je altijd van al die woorden die er dan op het blad komen te staan een paar kernwoorden over. En daar kan je zo concreet mee aan de slag. Dat is echt heel cool om te doen. Ja. Super leerzaam. Ja, en het gaat dus veel verder dan voeding zelf. Misschien is het niet eens een voedingsprobleem soms waar je per se mee helpt. Het kan ook aan heel iets anders liggen inderdaad. En waardoor je het geheel weer beter wordt. Zeker. Dus, gaat ook wel eens, of eigenlijk heel vaak, gaat het niet eens over voeding. Nee. Ja. Nee.
Ja, ook wel mooi wat je zegt inderdaad met ja, tijden van mindere motivatie. Het zou natuurlijk mooi zijn als je inderdaad van nul zo in één keer in een rechte lijn naar 100 gaat. Ja, maar niet menselijk. Nee, niet menselijk inderdaad. Voor de meeste niet in ieder geval. Nee. Dus ja, dat merk ik zelf ook wel eens in de online coaching dan, bij Fit voor Voetbal. Hmm. Maar dat zal je ook meemaken, dat sporters wel eens aangeven van, deze week heb ik niet zoveel zin om een voortgang te bespreken, hoor. Ik sla het belletje of de meeting een week over. Ja. Maak je dat mee en hoe pak je dat dan aan? Ja, maak ik zeker mee. Hoe ik het vaak merk is dat mensen de afspraak gaan verzetten. Mm-hmm. Niet met een hele duidelijke reden. En als dat een paar keer gebeurt, ja, dan weet je dat iemand gewoon een beetje aan het klooien is in de tussenliggende tijd. En dan juist is het eigenlijk relevant om een afspraak te maken. Ja. Ik denk wat heel erg sporters eigen is, maar misschien ook wel mens eigen. Het is natuurlijk leuk om langs te komen en resultaten te zien, te bespreken. En ook echt wel dingen meetbaar maken met een lichaamssamenstelling bijvoorbeeld. Ja. Op het moment dat het goed gaat. Want dan kan je zelf een soort van schouderklopje geven. Ja. En dan ben ik ook helemaal blij, want het gaat goed. Hè. We bereiken de hulpvraag, of we hebben hem bereikt misschien inmiddels wel. Maar het is natuurlijk super confronterend, maar des te beter om langs te komen op het moment dat het niet goed gaat. Ja, dat merk ik echt wel. Er zit altijd een motivatiedipje. Ja. Kerst, oud en nieuw is een hele duidelijke periode. Ja. De zomerstop, de winterstop, het zijn echt van die, van die piekmomenten qua dip en motivatie, zeg maar. En dat is oké, dat mag ook. De boog hoeft ook niet altijd gespannen te staan. Nee, wat we zeggen, als je in één keer van 0 naar 100 gaat, ja, dan misschien ga je van 0 naar 20, naar 50 en weer even terug naar 30 om weer stappen te maken richting dat beoogde resultaat. Ja, dat is denk ik alleen maar echt oké. Als je het maar accepteert en niet verwacht ook van jezelf dat je van 0 naar 100 gaat, terwijl het daadwerkelijk met van die tussenstationnetjes gaat. Ja, precies. Mooie praktijkvoorbeeld. Dus tof. Nee, op je Instagram schrijf je ook. Ik ga daar een stukje van voorlezen. Als sportdiëtist staat de gezondheid en prestatie van de sporter centraal. Een gezond en fit lijf is tenslotte stap 1 om te kunnen doen wat jij het liefste doet. Ja, als sporter wil je natuurlijk presteren, maar je wil natuurlijk ook gezond zijn. Hoe bewaak jij die balans eigenlijk tot sport? Of in ieder geval prestatie en gezondheid. Ja. Het een heeft echt het ander nodig. Als jij niet 100% gezond bent, ga je ook niet 100% presteren. Dan kan je wel 100% presteren naar je gezondheid, maar uiteindelijk heeft het een het ander ook echt nodig. Ja, de sporter heeft meestal, niet altijd natuurlijk, maar meestal als grootste doel om de sportprestatie zo hoog mogelijk te houden en het maximale uit zichzelf of haarzelf te halen. Ja, als paramedicus vind ik het ook wel heel erg belangrijk dat die gezondheid daar zeker niet onder gaat lijden. Ja. Dan hebben we echt 100 praktijkvoorbeelden waarbij sporters geblesseerd zijn en te snel weer het veld op willen bijvoorbeeld. Waar wij dat niet gezond achten, omdat wij gewoon echt wel kunnen inschatten dat het voor een blessure bijvoorbeeld echt niet oké is. Hè? Dat je het weefsel eigenlijk alleen maar verder gaat beschadigen. Ja. Of de revalidatie langer laat duren. Ja, dan hebben we het over een stukje gezondheid. Maar ook, er komen ook wel sporters binnen die laten hele voedingsgroepen weg bijvoorbeeld. Hè? Die eten geen brood meer of nemen geen zuivel meer of wat dan ook. En soms is dat oké, maar dan moeten we het daarover hebben. En dan moet je heel goed weten hoe je dingen kan vervangen, zodat je geen tekorten gaat krijgen in energie, koolhydraten, eiwitten, vetten, maar ook zeker in vitamines, mineralen. En dat is echt wel een heel concreet voorbeeld. En ik hoor de meest rare supplementen wel eens voorbij komen. Waarvan ook echt wel, in ieder geval niet bewezen is dat het werkt. Okay. En vrijwel zeker bewezen is dat het ook schadelijk kan zijn als je dat niet op een juiste manier inneemt. Averechts effect. Precies. Ja. Dat valt voor mij wel onder het stukje gezondheid. En dat is wel iets waar ik me ook heel erg mee bezig hou en hard voor maak. Dat iemand gewoon qua bloedwaardes in balans is, qua energieinname in balans is. Dat alles gewoon klopt. Ja. En dat als je aan de supplementen gaat, dat het in ieder geval veilig is en dopingvrij is. Ja. Dat is natuurlijk ook vrij belangrijk. Ja, precies. Dus echt goedgekeurd zijn. Ja. Volgens mij was dat ook vandaag een poll die je volgens mij had, hè? Ja, dat was een onderwerp van vandaag. Ja, precies. Ja, vandaag. Dat klopt dus, inderdaad. Ja. Ja. Ja, er zijn natuurlijk best wel wat sporters die helaas positieve dopingtesten krijgen. Ja. Recentelijk natuurlijk ook een voorbeeld in de voetballerij geweest. Ja. Ja. Ja, het is gewoon zonde. En soms is het ook een menselijke fout, maar 9 van 10 keer kan het voorkomen worden.
Ja, ja, ja. Want wat is, als ik daar een vraag heb, we hebben het nu over gezondheid. Mm-hmm. En wat is jouw definitie van gezondheid? Ja, daar was ik al bang voor dat die zou komen. Ja, precies. Dat is een interessante vraag. Ja, super interessante vraag. Want ik denk ook dat die definitie te breed is om in één of twee goede zinnen te omschrijven. Ja. Dus ik pluk er even wat losse woorden uit wat voor mij gezondheid is. Ja. Gezondheid is voor mij echt gewoon happy zijn, een gezonde mentale staat, ook well-being eigenlijk hebben. Ja. Maar ook het uitblijven van ziektes. Een goede balans tussen bijvoorbeeld werk en privé of sport en rust. Belastbaarheid. De belastbaarheid en belasting. Ja, dat valt voor mij echt allemaal onder gezondheid. En als we dan nog weer iets meer aan voeding gaan koppelen, dan kijken we ook naar een lichaamssamenstelling. En dan bedoel ik niet zozeer ondergewicht of overgewicht. Zeker overgewicht. Ik werk natuurlijk vooral met sporters. Daar zien we niet zo heel erg veel sporters met overgewicht. Ja. Maar dat betekent natuurlijk wel ook dat je te maken hebt met een ideale lichaamssamenstelling voor je sport. Binnen voetbal hanteren ze een bepaald vetpercentage waar je onder moet, of in ieder geval tussen moet zitten. Want te licht is of een te laag vetpercentage is natuurlijk ook niet gezond. Dan koppelen we hem wel weer aan gezondheid. Ja. En daar zit dan weer geen balans in die energieinname vaak. Maar er zijn natuurlijk ook wel sporters bekend die voor de normale norm echt een prima lichaamssamenstelling hebben. Maar echt voor de sport misschien een te hoog vetpercentage hebben. Hm. En dan hebben we het over een veilig sportklimaat. En dat valt voor mij ook wel onder sport. Ja. Of een gezondheid. Of een gezondheid, ja precies. Ja, ja. Zeker. Ja. Maar dan heb je hem heel sportspecifiek alweer te pakken. Ja, precies. Ja, ja dus niet alleen de afwezigheid inderdaad van ziekte, maar ook zeker de aanwezigheid van gezondheid in de breedste zin van het woord. Ja, voldoende energie, fitheid, spierkracht op orde, bloedbeeld qua voedingsstoffen op orde. Een blije sporter, dat valt voor mij ook echt onder gezondheid. En een stukje happy zijn met je prestaties, daar progressie in boeken. En echt wel gewoon fysieke ongemakken voorkomen. Hè? Ziektes, maar bijvoorbeeld ook bij vrouwelijke sporters die menstruatieklachten hebben bijvoorbeeld. Ja, daar houden we ons ook mee bezig. Ja, nee, mooi, mooie definitie. En inderdaad, het is een heel breed begrip. Maar zo heeft iedereen misschien ook weer zijn eigen definitie van gezondheid. Ja, ik zou me in ieder geval niet kunnen samenvatten in één of twee mooie zinnen. Omdat het gewoon zoveel losse plukjes zijn voor niet-sporters en voor wel-sporters. En het loopt ook een beetje door elkaar, mijn vakgebied natuurlijk. Ja, precies. Maar ik vind het wel mooi dat je ook zegt, niet puur als je presteert, dan ben je bijvoorbeeld gelukkig of gezond. Maar juist ook de combinatie, denk ik, juist tussen privé, je ontspanning, je inspanning, dat allemaal goed op elkaar is afgestemd. En die combinatie is dan de gezondheidsoutput, zeg maar. Ja. Nee, mooi. Mooi. Toch redelijk samengevat. Ja, zeker, precies. Toch in twee zinnen. Ja, ik even overnemen deze. Ja, precies. Nou, het wordt allemaal opgenomen, dus straks terug te luisteren. Ja, nee, top. Nou ja, we hadden het net al even kort, tenminste, tussen de regels door over blessures. Mm-hmm. En met de vorige voedingsexperts in deze podcast voornamelijk ook gehad over voeding rondom een wedstrijd, voor een wedstrijd, na een wedstrijd, voor over dat deel. Dus ga eens luisteren ook zeker terug naar die afleveringen. Maar lijkt me nu juist leuk om juist in te zoomen op een, denk ik, voor redelijk onbekend onderdeel voor vele mensen. Je raakt geblesseerd. Nou, wat doe je als eerst? Je gaat naar de fysio, puur herstellen. En dan, weet je wel, wat kan er nog meer bijdragen? En voeding is er daar natuurlijk een hele belangrijke in. Ja. Ja, in hoeverre kan voeding bijdragen aan het herstel van je blessure? Mega. Daar kan ik heel kort over zijn. Voeding is echt een ondergeschoven kindje als we het hebben over blessures. Er is wel inmiddels heel veel over bekend. Maar het is voor mij mijn afstudeeronderzoek geweest in 2011, denk ik. Een paar maandjes alweer. Ja, een paar weekjes. Ja, precies. Ja, precies. Nee, tof. Toen heb ik bij Ajax onderzoek gedaan naar de invloed van voeding op het herstel van spier- en peesblessures. Okay. En toentertijd was er echt amper iets over bekend. Was het een beetje een onderwerp wat men in de wetenschap aan het ontdekken was. Super interessant. Ik heb daar heel erg veel geleerd. En ik denk dat de belangrijkste conclusie daarvan is dat voeding de essentie is van celdeling. En je kan je voorstellen op het moment dat jij een blessure krijgt, hè, bijvoorbeeld een spier- of peesruptuur, dus een scheurtje in die spier of pees. En dat zien we binnen voetbal bijvoorbeeld heel veel hamstringklachten bijvoorbeeld. Ja. Dus op het moment dat je daar een scheurtje in hebt, dan is dat weefsel letterlijk stuk. Nou, wat wil je dat er gebeurt met stuk weefsel? Dat er nieuw weefsel komt. Dus letterlijk celdeling. Celdeling kan niet plaatsvinden zonder inname van voeding.
En dan hebben we echt de essentie te pakken. Ja, dat snap je wel, ja. Zo belangrijk is het. Op zich geldt dan wel de kleine kanttekening dat op het moment dat je een beetje oké eet, dan krijg je over het algemeen ook de voedingsstoffen binnen, waardoor die cellen aangemaakt kunnen worden. Ja. Dus als je hem zo nauw leest, dan is voeding ineens iets minder belangrijk. Want als je eet, dan krijg je over het algemeen ook redelijk die voedingsstoffen binnen. Alleen, dan gaan we een stukje verder pakken. Hoe sterk dat weefsel geneest en hoe snel dat weefsel geneest, daar is voeding echt essentieel voor. En dan kan je met voeding echt supercoole dingen doen. Ik denk dat het doel van 99,9% van de geblesseerde sporters ook weer is om zo snel mogelijk door je revalidatieperiode heen te komen. Zo snel mogelijk weer het veld bijvoorbeeld of de gym in te kunnen. Ja. Maar ook zo sterk mogelijk. Want het laatste wat je wil is dat op het moment dat jij net die revalidatieperiode doorlopen hebt en je gaat weer volle bak aan de slag, dat je binnen een paar weken weer geblesseerd bent. Ja. Dat willen we echt voorkomen. En daar speelt voeding wel gewoon een hele belangrijke rol. Dus het begint echt bij celdeling en de essentie van, een beetje de slogan, je bent wat je eet. Maar dat klopt dus ook wel als het essentie van celdeling is. Ja. Tot aan echt de snelheid en vooral de sterkte van het herstel van het weefsel. Ja, lijkt me interessant om daar inderdaad op in te zoomen. Maar als je nu kijkt, er was heel veel over onbekend, zeg je. Je hebt daar onderzoek naar gedaan. Ja. Ja, wat zijn dan in jouw ogen de meest gemaakte fouten of dan wel niet uitdagingen van sporters, hoe ze nu dan een blessure aanpakken en qua voedingsende aan me dan? Ja, ja. De allergrootste fout die je in mijn ogen kan maken is op het moment dat je op een beetje een leuk niveau, eigenlijk voor alle geblesseerden, maar op een beetje een leuk niveau sport en echt veel van je lijf vraagt, hoge belasting hebt en snel weer aan de bak wil, is om überhaupt geen sportdiëtist in te schakelen. Ik denk dat fout nummer 1 überhaupt is. Als we echt gaan kijken naar het stukje voedingsinname, zie ik dat heel veel sporters hun energieinname of heel laag gaan zetten. Omdat ze denken, ja, maar ik train nu eventjes niet of ik train aangepast. Dus ik heb ook veel minder nodig. Ja, meestal hebben ze iets minder nodig. Maar vergis je vooral niet dat op het moment dat jij echt wel serieuze blessure hebt, of misschien wel op krukken loopt bijvoorbeeld, dat lichaam ook veel energie nodig heeft om dat weefsel weer te herstellen. Dus het kan zijn dat je energiebehoefte wat verlaagd is, maar dat wil helemaal niet zeggen dat je drastisch je energieinname moet verminderen. En wat ik ook wel zie gebeuren is precies het tegenovergestelde, dat sporters hun energieinname gaan verhogen. En dan voornamelijk vanuit een heleboel zooi wat ze naar binnen gaan werken. Een stukje frustratie en emotie wat daar vaak bij komt kijken. Waardoor het echt een stukje emotie eten bijna gaat worden. Maar precies ook de producten die je niet per se nodig hebt voor een sterk en snel herstel. Of dat ze gewoon zoiets hebben van, boeiend, ik sport nu toch eventjes niet meer. Dan hoef ik ook even niet op mijn voeding te letten. Dus dat is eigenlijk ook wel frustratie, maar ook vanuit de andere kant natuurlijk. Waarbij voornamelijk ook wel kan gelden dat je dan bijvoorbeeld ziet dat het lichaamsgewicht heel erg omhoog gaat, waardoor er extra druk juist weer op dat weefsel komt te staan. En dat is ook niet altijd handig. Nee. En voor je return to play ook niet. Want op het moment dat jij een paar kilo zwaarder bent in vetmassa aan het einde van jouw revalidatieperiode, hoe fit ben je dan weer voordat je op het veld toe gaat? Ja, ik denk dat veel geblesseerden of iedereen heeft wel een keer een blessure gehad, zich hier ook wel in herkennen, in een van de twee voorbeelden. Die kans acht ik zeer groot. Ja, heel groot. Ja. Hoe kan je dit voorkomen? Ik zou je ons kunnen meenemen in het proces. Je raakt geblesseerd. Ja. En dan? Wat ik eigenlijk altijd aangeef, en dat is het mooie, dat ik met heel veel fysiotherapeuten natuurlijk samenwerk. Dus wat je zelf zei al, hè, een sporter meldt zich eigenlijk bij een sportarts of fysiotherapeut. En binnen dit center sturen ze eigenlijk altijd vrij snel door naar mij. Ik probeer altijd een sporter in ieder geval binnen 48 uur of gezien te hebben, of in ieder geval gesproken te hebben en op weg geholpen te hebben. Stap 1 daarin is echt kijken naar wat is de energiebehoefte op dat moment van de sporter. En dat kunnen we hier heel erg mooi meetbaar maken. Ja, als je thuis zit, kan je dat wat minder goed meetbaar maken. Ja. Dus soms weet je ook niet, hè, eet ik te veel, eet ik te weinig en wat heb ik nodig, omdat het niet meetbaar gemaakt kan worden. Daarvoor ga naar een sportdiëtist. Ja. Maar als die optie er niet is, of dat je denkt, joh, dat voelt niet echt als iets voor mij, maar ik wil er wel wat mee. Je kan redelijk goed meten of je een energiebalans bent. Hè? Dus dat je energiebehoefte en je energieinname, dat die redelijk gelijk zijn aan elkaar, op het moment dat je gewicht ongeveer stabiel gaat blijven. Dus dat is een mooie graadmeter om dat in de gaten te houden.
Gaat je gewicht omhoog, weet je dat je eigenlijk iets meer binnenkrijgt dan dat je nodig hebt. Gaat je gewicht omlaag, dan weet je dat je misschien wel te weinig eet. En dat kan omlaag gaan in vetmassa. Dat kan zeker in een blessure ook omlaag gaan in spiermassa. Ja. En dat is dan ook wel weer even een subdoeletje, maar een hele belangrijke. Je wil niet dat die spiermassa heel erg gaat kelderen tijdens een revalidatieperiode. Dus het doel van voeding is niet alleen om die blessure zo sterk mogelijk te laten genezen, maar ook ervoor te zorgen dat die lichaamssamenstelling zoveel mogelijk behouden blijft. Dus dat vetpercentage niet ineens naar boven of naar beneden gaat, maar zeker ook dat die spiermassa zoveel mogelijk behouden blijft. Ja, en hoe kan je dat doen als je nu luistert? Je denkt, ja, ik wil die spiermassa behouden, ik ben op dit moment geblesseerd. Ja. Welke tips heb je daarbij? Ja. Goeie. Eigenlijk geldt het een beetje hetzelfde als je je spiermassa wil laten groeien. Wat natuurlijk, waar sporters ook over het algemeen best wel veel mee bezig zijn. Mm-hmm. En dat is eiwitten eten. En daar zijn echt wel een paar kanttekeningen en een paar do's en don'ts. Vooral ook de don'ts. Mm-hmm. Voor eiwitten geldt natuurlijk dat ze heel erg betrokken zijn bij de opbouw van spiermassa. Maar ook bij de onderhoud van spiermassa. Dus die functie van eiwit, of je nou spiermassa wil opbouwen of je wil je spiermassa zoveel mogelijk behouden bij een revalidatie. Die eiwitten heb je nodig. Ja. De functie is net of iets anders, maar het doel uiteindelijk hetzelfde. Daarvoor geldt dat het niet is hoe meer eiwit, hoe beter. Dus ga vooral niet denken van, joh, ik moet nu eiwitten eten. Nee. Jozet zei eiwitten, belangrijk spiermassa opbouwen of spiermassa onderhouden. Ja. Ik ga alleen maar er eiwit in proppen. Je lichaam heeft een x-aantal gram eiwit nodig op een dag. En dat moet je heel erg mooi verdelen. Dus dat je echt gaat kijken naar de timing. En het meest basisadvies wat ik daarin kan geven is echt dat je bij je ontbijt, je lunch en je avondmaaltijd, dat je daar in ieder geval voldoende eiwitten binnenkrijgt. Dat je ze echt mooi gaat spreiden over de dag. Ja. Zodat je continu eiwitten eigenlijk afgeeft aan je spieren. Om het even makkelijk, makkelijk uit te leggen. Ja, te verdelen over al je maaltijden. Ja, precies. Om het gespreid binnen te krijgen. Ja, ja, zeker. En dat is, dat zijn wel echt de basistips natuurlijk. Maar dat is wel het eerste waar ik ook naar ga kijken op het moment dat we over spieronderhoud en behoud praten. Ja. Ja, dus stap 1 als iemand geblesseerd raakt en ze komen bij jou of inderdaad zelf. Nou, dan kunnen ze dat eventueel hun gewicht in de gaten houden en ja, vooral de energiebalans in kaart brengen. Dus dat is inderdaad stap 1. Dat is 1. Ja, stap 1. Ja. Hoe verder? Hoe pak je dat verder het proces aan? Hangt natuurlijk ook een beetje af van het type blessure misschien weer. Ja, van het type sport, van de type ook. Sporter zelf. Ja, hoe gemotiveerd is iemand? Hoeveel wil iemand aanpassen? Maar ook wat is de startpositie van iemand? Hè? Eet iemand al vrij gezond of niet? Ja, zie ik natuurlijk ook wel eens. Hè, dat iemand eigenlijk 6 keer in de week junkfood eet of maaltijden overslaat of weet ik veel wat. En niet ontbijten, niet lunchen en dat soort zaken. Dus daar hangt het ook wel vanaf. Maar eigenlijk overal, als ik ga kijken naar het plan van aanpak, staat op 1 echt energie. Mm-hmm. 2 altijd eiwitten. En 3 de juiste koolhydraatinname. En je hebt zeker ook koolhydraten gewoon nodig als voor je gezondheid. Daar hebben we hem weer. Ja, precies, maar ook tijdens je revalidatie heb je die echt wel nodig. Maar tijdens die, kijk, eiwitten zijn niet heel erg anders dan op het moment dat je gewoon volledig belastbaar bent. Qua koolhydraatinname wel. Dus daar zit echt wel een fluctuatie in en die moeten we zeker verschuiven. En daarna kijk ik altijd naar supplementen. En we weten van een paar supplementen dat ze echt heel erg nuttig kunnen zijn bij revalidatie. Zeker als we het hebben over botbreuken bijvoorbeeld. Of over peesklachten. Okay. Dus echt, zeker voor peesweefsel zien we dat echt heel erg mooi terug. Zeker ook wel voor spier, maar bot en pees is vrij goed onderbouwd ondertussen. Om suppletie in te zetten. Wel heel erg gericht. Dus het geldt ook niet dat het voor iedere persoon hetzelfde is wat je dan kan nemen. Er is niet een standaard to-do-lijstje van, joh, als je dit neemt, dan zit het wel goed. Nee. Geen handleiding. Standaard, nee. Nee, was het maar waar. Ja, precies. Dat is er helaas niet. Nee. Maar dat hoort er wel bij. En waar je normaal gesproken op het moment dat je met een sporter die bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten heeft of prestatieverbetering wil of gewoon überhaupt met voeding aan de slag wil. En dan werk je een beetje volgens de sportvoedingspyramide. Ik weet niet of je die kent. Maar de onderste laag is natuurlijk die basisvoeding. En dus wat krijg je binnen? Hoeveel krijg je ervan binnen? Wat is de kwaliteit van de voeding die je binnenkrijgt? Daarbovenop komt een stukje timing. Dus wanneer eet je wat en hoe ondersteun je daarmee je prestatie? En als top heb je het stukje supplementen. Ja. Maar dat is ook echt de volgorde hoe we normaal gesproken gaan werken. Op het moment dat een geblesseerde sporter bij mij in de praktijk komt, dan laat ik die piramide wel een beetje los. Dan gaan we alles door elkaar doen. Want je wil natuurlijk ook een sporter zo snel mogelijk helpen en zo goed mogelijk helpen om gewoon alles aan te pakken. Ja,
Dan zit je helemaal niet te wachten om eerst eens te gaan kijken naar hoeveel groente eet je eigenlijk en hoeveel zetjes brood eet je op een dag. Ja. Daar zit een sporter niet op te wachten. Dat is helemaal niet het doel op dat moment van die sporter. Dus dan gaat die wel een beetje door elkaar. Dan worden supplementen er wel bij. Ja, nee, dan verschuiven de prio's natuurlijk. En dat is herstel. Ja. En dat wil je zo snel mogelijk aanpakken. Ja, zeker. Ja, ja. Dus hoe mijn dagen er dan uitzien qua hectiek en chaotisch, ziet ook het plan van de sporter er soms uit. Ja, precies. Het kan ook voor jou inderdaad. Het kan een geblesseerde sporter zijn. Het kan iemand zijn die heel andere doelen heeft. Dus daarin natuurlijk heel divers. Ja. Nou, je had het al even kort over suppletie in specifieke situaties. Heb je daar voorbeelden van? Je had het al over bepaalde pees of botblessures. Ja. Heb je daar voorbeelden van? Ja, zeker. Bij peesblessures zien we bijvoorbeeld dat collageen een heel mooie uitgang kan zijn. Dat is nu een paar jaar echt wel... het is steeds meer een hype aan het worden. En je ziet het in heel veel beautyproducten terug. Ik weet niet of je die commercials wel eens voorbij ziet komen, dat er in dag- en nachtcremes tegenwoordig collageen toegevoegd zit tegen de rimpeltjes. Dat is niet per se het collageen wat ik ermee bedoel. Mm-hmm. Het is echt collageensuppletie. Dus echt vanuit een poeder zit dat vaak in verwerkt. Dat je dat heel erg specifiek gaat toepassen. Van collageen weten we dat het uiteindelijk het absolute bouwmateriaal is van bindweefsel. En als je gaat kijken naar spieren, pezen, kapsels, gewrichten, dat soort zaken, dat bestaat natuurlijk grotendeels uit bindweefsel. Mm-hmm. Dus op het moment dat je echt daadwerkelijk het absolute bouwmateriaal van het gescheurde weefsel gaat toepassen, dan zien we dat je daar gewoon heel erg veel sterker mee kan revalideren. Niet zozeer sneller, maar wel sterker. Ja. En dat is natuurlijk heel erg mooi, zeker in het geval van peesweefsel. Dan gaan we best wel eventjes de literatuur induiken, maar ik zal het simpel houden. Is niet erg. Spierweefsel is vrij goed doorbloed. Nou, je kan je voorstellen, op het moment dat er een weefsel beschadigd is, dan moeten daar voedingsstoffen naartoe om dat gebied te repareren. In bloed zitten voedingsstoffen. Dus hoe voedingsstofrijker je bloed is, als het ware, hoe beter dat beschadigde weefsel kan genezen. Is het helder als ik dat zo uitleg? Mm, jawel, okay. Zeker. Ja. Oké, okay, top. Ja. Spierweefsel is heel goed doorbloed. Peesweefsel daarentegen is een stuk stugger en veel slechter doorbloed. Dus op het moment dat jij je bloed zo collageenrijk mogelijk maakt, of zo voedingsstofrijk mogelijk maakt, en je zorgt er met een hele specifieke behandeling, belasting of training voor, en dat is het werk van de fysio, dat het peesweefsel zo goed mogelijk doorbloed wordt, en je timet dat heel erg mooi met elkaar, dan zorg je er dus eigenlijk voor dat op het moment dat je die pees goed gaat doorbloeden, of zo goed mogelijk gaat doorbloeden, dat daar collageen naartoe gaat. Ja. En dat is een hele mooie wisselwerking met elkaar. En voor collageen weten we dus eigenlijk inmiddels wel echt dat het goed onderbouwd is op indicatie van een spier- of peesblessure in dit geval, dat je daar echt baat bij hebt. Ja. Maar dan moet je wel heel specifiek genomen worden. En dat is dus gelijk de samenwerking of met een sporter of met een fysiotherapeut weer. En dat is gewoon wel een hele coole combinatie. Ja, ja, vooral dat. Die combinatie is natuurlijk 1-1 is dan 3. En zeker. Ja, dat is denk ik ook wel de missing link in bepaalde revalidatieprocessen. Waarin, als je puur naar de fysio gaat, natuurlijk dat helpt ook. Maar zeker die combinatie met goede voeding. We zien hier in de praktijk ook wel... inmiddels sturen eigenlijk alle fysio's wel goed door. Ja. Maar in het begin ook wel dat er een fysiotherapeut naar mij toe kwam. Van joh, ik heb een sporter met een peesruptuur. En die loopt eigenlijk al heel erg lang bij mij onder behandeling. En we komen wel verder. Maar ik heb het idee dat ze ook gewoon dingen in haar voeding mist. Omdat het gaat eigenlijk niet zoals we willen dat het gaat. Ja. En dan maken we dingen meetbaar. Dan brengen we dingen in kaart. En dan zien we inderdaad dat er of niks klopt van de eiwitinname. Of dat de vitamine C-inname veel te laag is. Dat is een leuke toevoeging nog trouwens met collageen. Collageen kan alleen goed worden omgezet op het moment dat je voldoende vitamine C in het lijf hebt. Die hebben elkaar nodig, die versterken elkaar heel erg. En dat vitamine C heb je onder andere ook weer nodig voor celdeling, waar we het eerder over hadden. Ja. Dus vanuit mij, compleet logisch en verklaarbaar dat die sporter... natuurlijk komt ze verder in haar revalidatie... maar dat ze er nog niet was. En toen hebben we de voeding aangepast. En dan zie je eigenlijk binnen een paar weken dat iemand veel sterker gaat worden. En dat weefsel ineens wel gaat herstellen zoals we willen. Ja. Dat is super cool. Ja, zeker. Ja, dus de juiste voedingsstoffen in je bloed op de juiste plek parkeren in je lichaam. En als dat mist, heb je natuurlijk minder sterk weefsel, wat je zegt.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En ja, dat is, nou ja, ik blijf het herhalen, maar echt super cool om, om daarmee aan de slag te gaan. En ik denk ook dat het echt op het prioriteitenlijstje zou moeten staan van iedere geblesseerde sporter. Weet je, dat je gewoon weet, oké, ik moet of naar de sportarts, maar in ieder geval naar een fysiotherapeut. Ja. En naar een sportdiëtist. Dat het gewoon in je toolbox zit, als het ware. Ja, precies. Echt die, wat ik al zei, die afstemming op elkaar en echt een team rondom die blessure of die sporter. Ja, dat maakt echt het verschil. Ja, ja. Zeker. 100%. Tof. Nou, we hebben nu een mooie schets gemaakt natuurlijk van het proces, mocht je geblesseerd raken en hoe voeding daarbij kan helpen. Missen we daar nog stappen in? Dat je denkt, dat is nog een mooie aanvulling. Want je zegt, nou, stap 1 is dus echt inderdaad, oké, hoe beïnvloedt het je energiebehoeften? Ja. Missen we nog iets in dat proces dat je denkt, dat is nog een mooie aanvulling? Energie, eiwit, koolhydraat, supplementen. Ja, en ik denk, wat daar nog de boodschap bij is dat je dat continu ook moet aanpassen. En je revalidatie loopt in verschillende fases. De wondgenezing, zoals we dat dan noemen, loopt in verschillende fases. Hè. Dus op het moment dat je een peesscheurtje hebt, ja, dat ontstaat. En vervolgens gaat dat genezen. Maar dat loopt gewoon een beetje over in elkaar tot het moment dat jij weer helemaal fit en hersteld bent. Hetzelfde bij een operatie. Hè. Op het moment dat je geopereerd wordt, heb je een wond natuurlijk in je knie bijvoorbeeld, ik wijs nu toevallig naar mijn knie, maar in je knie, dus echt een interne wond en op je huid. En dat moet genezen. En dat zie je, nou, als je een wondje hebt op je huid, zie je dat ook. Hè? Je ziet dat er stolsel komt, je ziet dat er littekenvorming komt, je ziet dat er nieuwe huidformatie plaatsvindt en dat gaat dichten. Maar dat gebeurt natuurlijk ook in je lijf met een blessure. Ja. En de boodschap is dus dat het zomaar kan zijn, afhankelijk van de ernst en gradatie van de blessure, dat je daar dus ook verschillende voedingsstrategieën voor nodig hebt tijdens een revalidatie. Dus dat wil niet zeggen dat als je geblesseerd raakt en binnen 1, 2, 3 dagen bij een sportdiëtist komt en daar een heel mooi plan voor hebt, dat je daar dan de rest van je revalidatie goed mee uit de voeten kan komen. Nee, ook weer, er is geen one size fits all. En ook het is niet, echt maatwerk. Nee. Ja, precies. Ja, en ook heel erg dynamisch. Ja, ja precies. Ja. Tof. Nee, mooie aanvulling nog daar bovenop. Nou, we begonnen natuurlijk met de veelgemaakte fouten of uitdagingen. Maar goed, er zweven natuurlijk ook nog aardig wat fabeltjes en of feiten rondom voeding. Dus het lijkt me leuk om een aantal stellingen op je af te schieten. En daar kan jij aangeven of het een feit of een fabel is. Check, kom maar door. Yes, ik heb er een aantal op een rijtje gezet. Aantal zijn misschien nog een beetje tussen de regels door behandeld. Maar goed, ik vuur ze gewoon op je af. Ja. De allereerste. Brood is slecht voor je. ja, fabel. Oh ja, zeker. Heel veel mensen zeggen het natuurlijk tegenwoordig. Je hebt zelfs hele boeken die erover geschreven zijn. En hele goeroes die het heel hard van daken schreeuwen. Dat als je brood eet, dat je... Nou ja, ik ga het heel erg overdrijven, maar dat je nog net niet doodgaat, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik kan letterlijk niks bedenken waarom brood slecht zou zijn voor je. Ik kan het gewoon niet... Ja, tenzij je glutenintolerant bent, maar dan heb je echt een medische indicatie dat het niet goed is voor je. Heel veel van die mensen die zeggen dat brood slecht is, die eten wel wraps of volkoren crackers of pasta of... Weet ik veel, alles waar ook gewoon gluten in zitten. Dus als gluten een probleem zijn, dan zou je dat soort dingen ook niet moeten eten. Ik kan het niet bedenken. Nee. Echt niet. Er zitten zoveel goede voedingsstoffen in brood. Dan moet je wel het juiste brood eten natuurlijk. Hè? Dat is de kanttekening. Een stukje context, ja. Ja, wit brood zit er gewoon niet zo heel erg veel voedingsstoffen in. En zou ik in de basis daarom ook niet zo snel adviseren. Ja. Dus als je brood eet, ja, dan hebben we het wel over roggebrood, volkorenbrood, spelbrood en dat soort zaken. Maar nee, sorry, ik kan het niet bedenken. Nee, dat is in jouw ogen een fabeltje en blijf het eten, zou je zeggen. Ja. Maar misschien ook daarin, ik heb het inderdaad ook in een andere podcast over gehad, varieer ook lekker, weet je wel. Zeg niet, ga niet kijken, nou oké, dit is goed of slecht. Maar varieer ook zeker. Niet dat je dan per se, omdat het niet slecht is... Ja, hoef je het niet continu te eten de hele dag door. Nee. Blijf ook gewoon lekker variëren. Maar ga het niet helemaal skippen omdat je denkt dat het een hele negatieve impact op je heeft. 100% mee eens. En tuurlijk, je hoeft niet iedere dag brood te eten als je dat niet wil. En als je het niet lekker vindt, al helemaal niet. Nee. Variatie is key uiteindelijk. Maar brood helemaal skippen. Ik kan het niet bedenken waarom dat heel goed zou zijn voor je. Nee, precies.
Dan de volgende, en voor jou ook wel relevant wat je in de intro ook aangaf. Je gaf natuurlijk aan dat je zelf vegetarisch eet. Mm-hmm. Daar gaat de volgende stelling over. Mm-hmm. Als vegetariër kom je niet aan genoeg eiwitten. Fabel. Ja. Ja. Nee, het is helemaal niet zo ingewikkeld ook. Kijk, er zit natuurlijk een verschil in vegetarisch eten of veganistisch eten. Ja. Veganistisch is echt volledig plantaardig, dus dan sluit je alle dierlijke producten uit. Mensen die vegetarisch eten, die eten vaak wel gewoon, nou ja, of nog iets van vis. Ook niet altijd natuurlijk. Maar ei en zuivel en kaas en dergelijke, die krijgen ze over het algemeen gewoon binnen. Ja, als er ergens aardig wat eiwit in zit, is het natuurlijk bijvoorbeeld in ei of in kwark. Ja. Ja, dan is het echt geen rocket science. Nee. Echt de overtuiging dat je als vegetariër te weinig eiwitten zou binnenkrijgen, dat is ook echt een fabel. Als veganist is het wel een grotere puzzel. Zeker ook mogelijk om voldoende eiwit binnen te krijgen. Alleen op het moment dat je geen zuivelproducten, geen eieren en dergelijke eet, ja, dan moet je wel heel erg goed gaan kijken waar haal je het dan uit. Ja. Ja, want dan heb je natuurlijk te maken met tofu, tempeh, pulvruchten, dus de bonen, linzen, kikkererwt en dat soort zaken. Ja, per saldo zit daar minder eiwit in dan in dierlijke producten. En dat is nog niet eens zozeer heel erg. Maar een eiwit is, je moet een eiwit een beetje zien als een soort van parelketting die opgebouwd is uit allemaal losse pareltjes. En dat zijn dan aminozuren. Ja. Nou, al die aminozuren samen, die vormen dus die parelketting, dat eiwit. En een heel groot deel van de aminozuren die maakt het lichaam zelf. Maar een groot gedeelte haal je ook uit je voeding. Nou, we weten dat plantaardige producten over het algemeen een minder groot aanbod hebben aan die essentiële aminozuren die je dus uit je voeding moet halen dan bijvoorbeeld dierlijke producten. Ja. Dus als streng vegetariër of als veganist moet je wel heel erg goed letten op die puzzel dat je al die aminozuren binnenkrijgt. En dus nog meer gaan variëren eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja, dus er echt voor zorgen dat je per saldo voldoende eiwit binnenkrijgt, maar ook al die losse aminozuren. Ja. Het is te doen, maar het is wel een puzzel. Ja, precies. Iets meer puzzel als je echt veganistisch eet. Ja, maar vegetarisch is makkelijk te doen. Ja, precies. Ja, je moet er alleen voor zorgen dat je gewoon je eiwitten eet. Ja, daarom. Dus, nou, als dat alles is, dan valt het wel mee, toch? Gewoon doen. Ja, precies. Ja. Precies. Nou, dan is die mooie ontkracht. Precies. Dan de volgende. Koolhydraten maken je dik. Moet je ook wel veel voorbij komen. Ja, dagelijks. Ja. Ja, feit en fabel. Daar zit natuurlijk ook wel weer wat context aan. Net als bijna alles met voeding. Ja. Koolhydraten maken niet dik. Nee. Punt. Dus eigenlijk het is een mega fabel wat dat betreft. Je voelt hem al aankomen waarschijnlijk. Mm-hmm. Te veel aan koolhydraten kan wel dik maken. Ja. Dan krijg je vaak überhaupt een te hoge energieinname binnen. Hè? Dus dan zijn het niet zozeer alleen die koolhydraten, maar gewoon het feit dat je meer eet dan dat je binnenkrijgt, waardoor je zwaarder wordt. Ik vind dik ook net zo'n heel erg leuk woord. Nee. Het lijkt zo'n negatieve lading, maar dat is wel hoe het is. Het is wel vaak hoe ze het ook stellen, de vraag van, dat maakt je dik, toch? Dat moet je niet doen. Dikmakers. Ja, precies. Ja, ja, dus dan blijf ook maar in die term. Ja, nee, ik snap wel waar je vandaan komt. Precies. Dan krijg je gewoon te veel energie binnen. Ja, natuurlijk gaat je lichaamsgewicht dan omhoog en word je zwaarder. En koolhydraten, over het algemeen vinden we het gewoon heel erg lekker. Dus eten we er ook snel wat meer van dan wat we nodig hebben. Ja. Ja, en dan kan daar wel een disbalans in ontstaan. Maar koolhydraten op zich, als je dat in de juiste verhouding eet met een juiste energiebalans, ja, dan zijn het geen dikmakers. Nee. Sterker nog, ik geloof heilig in de functie van koolhydraten. Ja. Er zijn weinig sporters die ik adviseer om koolhydraatarm te eten. Nee. Wat je zegt, zeker als sporter. Ja, je hebt het voor je gezondheid nodig, maar ook absoluut voor je prestatie heb je het gewoon nodig. En juist als je kijkt naar vermoeidheidsklachten, herstel, het maximale uit je training halen, daar heb je die koolhydraten voor nodig. Ja. En nou, je wil niet weten hoeveel sporters ik hier binnenkrijg die met de hulpvraag dat ze snelle verzuring hebben of echt het idee hebben dat ze niet het maximale kunnen geven. Of als koppelen aan voetbal, daar kan je dat heel erg mooi merken trouwens. Als je als voetballer in de tweede helft van een wedstrijd echt merkt dat je minder energie hebt, minder power kan leveren in je sprint, dus minder gefocust bent. Dat heeft 95% van de tijd heeft dat allemaal met koolhydraatinname te maken. En dat betekent dat die dan te laag is eigenlijk. Ja. Dus daar kan je hele gave dingen mee doen. Ja, precies. Dus, ja. Koolhydraten, ze moeten in balans zijn, maar ze hebben een mega belangrijke functie voor sporters. Dan kunnen we beter omdraaien inderdaad. Een calorieoverschot maak je dik. Precies. Precies. Ja. Of in ieder geval zwaarder. Ja, precies. Ja. Daarom. Ja. Ja. Nee, inderdaad. Echt
nou ja, hetzelfde als je auto niet gaat tanken, weet je wel, net als benzine, weet je wel, het moet er toch in. En om goed te kunnen rijden en lange afstanden te kunnen overbruggen. Exact. Ik leg heel vaak uit dat je eigenlijk, inderdaad, dat het lichaam qua koolhydraten betreft een soort van auto is met benzine waar je 3 standjes op hebt. Of je staat stil op de parkeerplaats, maar met je motor aan. Ja, dus je verbruikt wel wat benzine, maar echt niet heel erg veel. Nee. Standje 2 is, je rijdt binnen kleine stukjes binnen de bebouwde kom. Dus je hebt al wat meer koolhydraten nodig, maar je doet makkelijk een hele dag met een tank. En standje 3 is, je rijdt de hele dag over de snelweg en dan gaat die tank vrij snel leeg. Ja. Ja, wat je niet moet doen is in standje 1 zitten, oftewel een rustdag en of ik doe helemaal niks, ik ben heel lui, maar ik eet uit standje 3. Ja, dan krijg je een calorieoverschot en dan zijn koolhydraten ineens dikmakers, zogenaamd. Ja, precies, om het zo te noemen. Ja. Of andersom, dat jij heel veel in standje 3 aan het werk bent, dus super intensieve trainingen, super hoge belasting van je lijf vraagt, maar dat je uit standje 1 of 2 gaat eten. Ja, dat gaat ook klachten geven. Ja. He, dus zit je standje 1, 2 of 3, ja, daar moet je wel je koolhydrateninname op aanpassen. Ja, echt weer. Dat is ook weer de timing natuurlijk, waar je het eerder over had. Ja, ja zeker. Ja. Ja, hoeveelheid en timing is essentieel daarbij. Ja, ja. Precies. Ja. Nou, genoeg inderdaad ontkracht. Nee, mooie. Misschien leuk als jij er ook nog eentje uitkiest. Welke laat jij nou echt? Kijk, je kan natuurlijk een hele waslijst van maken wat je dagelijks hoort. Als je nu kijkt naar de fabels, welke zou je echt nog graag willen bevestigen of ontkrachten? Een gepassioneerd onderwerp van mij, dat is de laatste op jouw blaadje. Aha. Dat vind ik altijd heel grappig, want die vraag krijg ik geregeld. En dat is, gesmolten kaas is vetter dan niet gesmolten kaas. Ja. Heeft niet zo gek veel met sportvoeding te maken trouwens, maar ik krijg deze vraag zo ontzettend veel. is natuurlijk ook een mega fabel. Ja. Ja, kijk, als je kaas smelt, dan smelt het vet. En daardoor komt het vet meer naar de oppervlakte en ziet het er vetter uit. Maar het is niet zo dat er ineens meer vet in zit natuurlijk. Nee. Ik kan ook niet begrijpen dat mensen... Het ziet er vetter uit, dat kan ik begrijpen. Maar waar komt dan dat extra vet zo vandaan? Dus nee. Gewoon ineens komt het uit de lucht vallen. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Dus die kunnen we echt wel afstrepen. Ja. En een leuke vind ik ook wel, dat je na 8 uur niet meer moet eten. Ja. En er zijn hele theorieën. Uiteindelijk komt het erop neer of je wordt er inderdaad dik van, of je stofwisseling stopt, of weet ik veel wat. Ja, dat is ook echt onzin. Ja. Kijk, sta jij in standje 1 om daar nog even naar terug te koppelen, en lig je de hele dag lui op de bank en ga je dan 's avonds nog weet ik veel wat zitten wegwerken. Ja, dat is niet handig. Het heeft niks met je stofwisseling te maken overigens, maar gewoon het feit dat het niet handig is vanwege calorieoverschot en dergelijke. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld 's avonds een training of een wedstrijd hebt gehad, ja, je moet zelfs eten daarna, wil je kunnen herstellen. Dus het staat helemaal los van die tijd. En de meeste sporters, die adviseer ik zelfs om 's avonds een uurtje voor het slapen gaan nog bijvoorbeeld iets van eiwitten te eten, om echt het herstel gedurende de nacht nog te faciliteren. Ja, precies. Dus, nee, dikke streep er doorheen. Ja, precies. Ja. Nee, maar als je inderdaad een avondwedstrijd hebt, of je speelt in de beker nog 's avonds, of noem het op. Ja. Het zou natuurlijk heel gek zijn dat je denkt, de wedstrijd is om 10 uur afgelopen. Ik mag niet meer eten. Ja, maar verbranding doet het niet meer. Nee, precies. dat zou wel... Nee, precies. Ja. Dus die hebben ook de wereld uitgeholpen. Dus dat is... Het is wel een hardnekkige ook, hoor, trouwens. Ja, precies. Ja. Je hoort hem veel, denk ik. Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik die echt meerdere keren per week voorbij hoor komen. Ja. Ja. Nee, top. We gaan alweer richting het einde van de podcast. Dat zijn altijd Instagram vragen. Dus je kunt volgers of vaste luisteraars insturen. Mm-hmm. En aan jou de taak om er een aantal uit te pikken. Dit zijn ze. En dan, welke lijkt jou tof om te beantwoorden? Oké. Waar kan je de meeste winst in halen met betrekking tot voeding? Mooie vraag. Ik ga proberen hem heel kort en bondig te beantwoorden. Maar er zit natuurlijk, nogmaals, net als met alles van voeding, heel erg veel context en nuance achter. Ja. Maar de meeste winst, ga ik er heel even vanuit dat je gewoon overal fitheid en prestatie daar met winst bedoelt. Ja. Is echt in de kwaliteit van voeding. Dus wat je eet. Eet je veel zooi? Eet je heel gevarieerd, gezond? Qua voeding. En de timing. En timing is echt ook wel een beetje een ondergeschoven kindje die ik heel erg belangrijk vind. En je kan je voorstellen, als we het hebben over
over die auto met benzine standje 1, 2, 3. Het verhaal waar we het net over hadden. Is dat op het moment dat jij 's ochtends traint, maar eigenlijk gaat trainen op een omelet met avocado. Dus eiwit met vet. En die koolhydraten compleet achterwege laat. Ja, dan ga je dat nadelig merken in je prestatie. En dan kan het natuurlijk zijn dat je aan het einde van de dag al je koolhydraten toch binnenkrijgt. Dat je per saldo overal op de dag genoeg koolhydraten eet. Maar dat die timing dus niet op orde is geweest. Dus als je het hebt over energie, maximaal uit je training halen, maximaal uit je wedstrijden halen en dergelijke. Dan is timing daar een hele belangrijke van. Dus voor, soms tijdens en vooral ook na je inspanning. Dat zou mijn antwoord zijn. Ja, precies. Dus timing, onderschat het niet. Onderschat het zeker niet. Nee, vervoeding geldt ook echt. En dat is misschien ook wel een hele belangrijke tip sowieso overal. Het gaat er niet zozeer om wat je aan het einde van de dag allemaal hebt binnengekregen. Maar zeker ook de verdeling over de dag. Ja. Dat is gewoon echt een hele mooie. Ja, mooie. Even spieken. Wat voor voeding is belangrijk om tijdens een blessure zo min mogelijk spiermassa te verliezen? Dat is ook een mooie vraag. Ja. En daar hadden we natuurlijk ook al een klein beetje over gehad. Hè? Dan hebben we het voornamelijk over die eiwitten. Ja. Dus vlees, vis, gevogelte, ei, zuivel, wat daarbij komt kijken. Of de plantaardige varianten. Hè? Ik zag ook nog een vraag staan met als vegetariër wat dan goede dingen zijn te eten. Ja. Een stukje tofu, tempeh. Ik ben trouwens fan van pulled oats. Ken je dat? Nou, wel van gehoord, maar nog niet gegeten. Nee. Dus ik gebruik het heel erg vaak als gehakt vervanger. Het is een volledig veganistisch product. Super rijk aan eiwit. Er zit 30 gram eiwit per 100 gram product in. Zo. Als je dat gaat vergelijken met tofu of tempeh, dat is 12 versus 13 gram eiwit per 100 gram product. Dus meer dan twee keer zoveel zit erin. Ah, dat is echt dat is super nice. Ja. Je moet er wel even mee leren koken, maar het is een geweldig product. Dus als je vegetarisch of veganistisch eet, dan zou dat een hele mooie vervanger zijn. Maar het gaat, als je zo min mogelijk spiermassa wil verliezen tijdens een blessure, ja, dan moet je echt op je eiwitinname letten en op de timing van eiwitten. Ja. Dan vallen we een beetje in herhaling, maar dat is zeker een hele belangrijke. Ja. Waar moet je op letten als je glutenvrij eet? Een koppertje, dat je geen gluten binnenkrijgt. Ja precies, ja. maar het gevaar daarin, nee, dat is natuurlijk al... Logisch. Het gevaar daarin zit dat je vooral erop moet letten dat je niet te eenzijdig gaat eten. Hè? Dus dat je alles waar gluten in zit, dat je dat gaat schrappen, maar vervolgens niet op een juiste manier gaat vervangen. Want dan ga je gewoon tekorten krijgen. Ja. En niet zozeer tekorten alleen in je energieinname, maar ook in de balans tussen je koolhydraten, eiwitten, vetten. En zeker ook in je vitamine mineralen intake. Dus ik denk dat een hele belangrijke is. Ja, nee, mooi. Mooi, mooi. Ja. Nee, tof. Dat waren ze, denk ik, hè? Ja. Ja. Nee, tof. Nee, interessant. Dan heb ik altijd een laatste vraag aan mijn podcastgast. Mm-hmm. En dat is, wat heb ik niet aan je gevraagd deze aflevering? Maar zou je wel graag willen beantwoorden richting de luisteraar? Zo. Ja, dat had ik me even niet op voorbereid. Nee. Had ik me hiervoor moeten bereiden? Nee, je kan het horen in de andere aflevering. Maar het is helemaal aan het eind. Dus het kan aan een uur zijn natuurlijk. Dus zijn er misschien onderwerpen dat je dacht, nou, daar zou ik echt nog een aanvulling. Misschien nu na een uur dat je denkt... Ja, daar laat ik echt dieper op willen ingaan. Of een bepaalde onderwerpen dat je denkt, nou, dat wil ik echt nog meegeven aan de luisteraar. Nou, ik zit echt nog even in die blessurehoek dan ook te denken. Ik denk dat we heel veel... We hebben het natuurlijk over de do's en de don'ts gehad. Dat we dat echt al wel besproken hebben. En de zin en onzin van supplementen misschien daar nog een keertje bij benadrukken. Dat... Je gaat niet zomaar dingen gebruiken, slikken, innemen... omdat de buurman het zegt of de personal trainer het aangeeft... of de fysiotherapeut zegt dat het goed is. Dat wil niet zeggen dat ze er allemaal per definitie geen verstand van hebben. Nee. Maar er zit zoveel meer context achter. En het is gewoon belangrijk dat je de juiste dingen gebruikt... met oog op doping, maar ook werkzame stoffen en kwaliteit. En dat het echt zinvol is. Ik denk dat nog een belangrijk is om echt te benadrukken. Want daar gaat het natuurlijk heel erg vaak mis... Ja. Of dat een sporter hoorde van... Ja, ik hoorde dat ik... dat is een waar gebeurd verhaal trouwens. Iemand uit het NOC-NSF, dat is een Nederlands team... Ja. Die bij mij kwam, die was doorgestuurd door haar fysiotherapeut. Was extern. En die fysio die zei... Ja, maar je moet wel vast vitamine C gaan slikken. Want dat is goed voor je herstel.
Dat was de conclusie van de video overigens. Mm-hmm. En dat zij heel trots kwam vertellen van... ja, ik ben alvast begonnen met vitamine C slikken. Nou, welk heb je dan genomen, is mijn allereerste vraag. En dat was van de apotheek. En ik was ergens heel trots op haar... dat zij een vitamine C van de apotheek had gehaald... en niet gewoon van een standaard drogisterij. Mm-hmm. Maar goed, haar gedachtegang was... de apotheek is beter, daar zal wel geen doping in zitten... want daar werken ze ook met medicijnen. En dat is natuurlijk onwijs kort door de bocht beredeneerd... En niet alles wat je bij de apotheek koopt. Sterker nog, heel veel. Juist wat je bij de apotheek koopt, is niet gecontroleerd op doping. Ja, en dan zit een ongeluk gewoon in een klein hoekje. En de vraag is, hoe zinvol is het dus om die vitamine C wel of niet te nemen? Nou, soms wel zinvol, soms ook zeker niet zinvol. Maar pas daar echt mee op. Dat je niet dingen gaat aannemen van andere experts. Laat hun lekker op hun expertisegebied zitten. En laat voeding bij voeding om dat soort ongelukjes te voorkomen. Ja. Nee. Het gebeurt helaas nog te vaak. Nog te veel, ja. Ja. Nee, ik denk mooie toevoeging en afsluiting inderdaad. Van gaan er inderdaad bewust mee om en kies inderdaad de expert die in desbetreffende hulpvraag het beste voor jou past. Dus, en dat kan onder andere natuurlijk jij zijn, qua voeding. Dus een uur vloog voorbij, ik vond het leuk. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Dankjewel dat je hier te gast wilde zijn voor het delen van je kennis. Nou, jij bedankt. Het waren mooie vragen en super toepasselijke stellingen, denk ik. Ja, zeker weten. Die erbij zijn gekomen. Zeker weten. Nee, dankjewel. Was leuk. Tof. Thanks. Nou, jij als luisteraar of kijker, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.